Elektriciteit en magnetisme. Lorentzkracht, deel 1. De Lorentzkracht. De Lorentzkracht is een kracht die je elke dag gebruikt. Sterker nog, op het moment dat jij op dit moment luistert naar mijn stem, gebruik jij de Lorentzkracht. Want in de oortjes of in de luidsprekers die dit geluid weergeven, daarin, die beweging wordt veroorzaakt door de Lorentzkracht. Kortom, dit is niet een kracht die je zelden tegenkomt. Dit is een heel veel voorkomende kracht en je moet hem begrijpen als het gaat over de natuurkunde van bovenbouw VWO. Oké, laten we eens kijken. We beginnen eenvoudig. Ik heb twee grote magneten gepakt. Die lopen nog een flink stuk verder door, aan beide kanten. Grote magneten. En ik pak hier de Noordpool en daar pak ik de Zuidpool. Nou, wat ontstaat er dus tussen die twee magneten? Daar ontstaat natuurlijk een magnetisch veld. Ja? Dus het kompasje zou op deze manier gaan staan. Hier komt een magnetisch veld, magnetische veldlijn. Die magnetische veldlijn zit natuurlijk ook nog buiten de magneten, maar die verwaarloos ik even. En dat mag je in dit soort situaties vaak wel een beetje doen. Dus ik neem aan dat het magneetveld alleen maar hier tussen zit. En dat het een homogeen magneetveld is. Hè? Dat is al die lijnen mooi even, dat het overal even sterk is. Ja? Goed, en wat ik nu ga doen is, ik ga een stroomdraad door dat magneet laten lopen. Ik ga een stroom laten lopen. Ik pak dit is een pluspool, dit is een minpool. En hier laat mijn stroom lopen. Ja, plus naar min, weet ik. Elektronen lopen er tegenin. Stroom loopt per definitie zo, op deze manier. Dus ik heb hier mijn B-veld. Ik heb hier mijn stroom. En wat er dan gebeurt is, altijd dat er een kracht wordt uitgeoefend op deze stroomdraad. Dat is de kracht die jouw oortje, die jouw luidsprekerkonus heen en weer laat bewegen. Dat is deze kracht. Dus die stroom loopt door het magneetveld. Nou, de vraag is nu, hoe gaat die kracht staan? Hoe gaat die kracht, welke richting heeft die kracht? Nou, daarvoor moeten we even iets doen. Ik heb in het vorige filmpje laten zien dat dit betekent dat er iets uit het bord komt. Hè? Dit betekent gewoon de richting uit het bord. De tegenpool daarvan is deze. Dit is gewoon iets wat het bord ingaat. Het kan van alles zijn. Het kan een veld zijn, het kan een stroom zijn, het kan een kracht zijn, maakt niet uit. Maar gewoon iets wat het recht het veld ingaat. Het is een manier om dingen op te schrijven die loodrecht op je papier staan. Het is belangrijk om daar materiaal voor te hebben. Ik onthoud het altijd zo. Als ik hier een klein raketje teken, waarbij dit de achterkant is en dat de voorkant. Als ik er dan van achter tegen aankijk, zie ik dat. Als ik er van boven tegen aankijk, dan zie ik dat. Dus dan komt hij naartoe en anders gaat hij van je af. Het is maar een idee om erover na te denken. Oké, kom naartoe, gaat van je af. Goed. Nou, wat is nou de regel? De regel, en het gaat in dit geval over een linkerhandregel, een rekening van linkerhand. En is het volgt. FBI. Oké, we gaan beginnen. De B gaat deze kant op. De I gaat zo. Deze kant op. Dan hou ik er eentje over, dat is mijn duim, dat is de F. En die geeft dus aan hoe de kracht, de Lorentzkracht gericht is. En die staat dus loodrecht op zowel de stroom als het magneetveld. Belangrijk om te weten. Loodrecht op allebei. En in dit geval komt hij dus het bord uit. Dit is mijn Lorentzkracht. FL. De Lorentzkracht is zo gericht. Dus als ik die draad loslaat, zal hij naar voren in het bord komen. Oké, even oefenen. Probeer deze maar eens. Dat is een makkelijke. Dit is mijn B-veld. En nu laat ik mijn stroom uit het bord komen. Dus mijn B-veld staat zo. Mijn stroom staat zo. Nou, gaat hij dan. FBI. B, die kant op. I, uit het bord. En mijn F staat omhoog. Kortom, mijn Lorentzkracht is zo gericht. En je kunt natuurlijk nog veel meer oefenmateriaal van deze dingen vinden in je boek. Oké. Dat is de richting. En het goede nieuws is, dat is het moeilijke bij de Lorentzkracht. De rest is eigenlijk vrij makkelijk. De grootte van de Lorentzkracht wordt bepaald door drie dingen. Twee zijn heel eenvoudig. De sterkte van het magneetveld heeft er natuurlijk mee te maken. Hoe sterker het magneetveld, hoe groter die kracht zal zijn. Dus in hele goede, sterke luidsprekers moeten ook sterke magneten zitten. Is ook altijd zo. De I, hoe groter de stroom, hoe groter de kracht. Dus ook de Lorentzkracht is ook evenredig met de stroom. Hoe groter de stroom, hoe groter de kracht. En de derde is een beetje ingewikkeld. Dat is de kleine letter L. En die staat voor lengte. Dus, de magneetveld is natuurlijk in Tesla. Ik zal het even onderzetten. Tesla. De stroom is natuurlijk in
Precies, in ampère. En de lengte is in meters. Maar wat is de, welke lengte bedoelen ze nou? He, die stroomdraad begint hier. Moet ik dan de hele lengte pakken? Nee. Je moet de lengte pakken van de stroomdraad in het magneetveld. Dus, in dit geval, als ik dus aanneem dat hier geen magneetveld is en hier ook niet, dat het magneetveld alleen maar hier is, dan moet ik dus dit stukje van de stroomdraad pakken. Dit stukje. Dat is mijn L. Dat stukje van de stroomdraad moet ik pakken. En dat is eigenlijk het enige ingewikkelde waar je goed over na moet denken als het gaat over de berekening van de Lorentzkracht in dit soort situaties. Lorentzkracht deel 1.